Ik heb hier een werk van Lasse van den Dikkenberg. Lasse presenteert een grafisch beeld. In het vierkant, zwart en wit, een brutale vogel. Eigenlijk heel erg trots. En dan kom ik eigenlijk al uit op dat ik denk dat we een pauw zien. Mooi in herhalende vormen, rondom neergezet. Het zou een afdruk kunnen zijn. Of een unica. Zorgvuldig getekend en vormgegeven. Kijkt een beetje boos. De vormgeving is heel lineair. Teruggebracht tot essentie. Het doet een beetje Japans aan. Of Oosters. Ook actie. Het is wat vervaardigd kijkend. Een vogel die je toe nadert. En je argwanend aankijkt. Als ik er langer naar kijk, dan lijken de vormen te gaan dansen. In een ritme. Beweging zonder beweging. Trots laat deze pauw zijn veren zien. En het is in feite een echo. Een echo naar de ogen van de pauw zelf. Argwanend, maar ook weer uitnodigend. Wie ben jij? En waarom ben ik nou eigenlijk hier? Kleine anekdotes. In de vorm van een versierend beeld. Maar naarmate ik er langer naar kijk, heel vertrouwd. Een pauw, ja, die ken ik. En zo getekend. Oogt hij eigenlijk ook wel weer een beetje vriendelijk. Het gaat steeds in stapjes. Met een herhalende lijnvoering. En in dat ritme laat ik me gewoon wegdromen. Wat ik zou doen als ik deze pauw in werkelijkheid zou tegenkomen. Lasse doet mee in Utrecht.